Dat is niet de mening van de partij. De partij wil zeker de procedure zoals hij vandaag bestaat, ja, verder zetten, handhaven en misschien ook verfijnen voor de toekomst. Hè? Want er zijn toch ook wel een klein beetje problemen. Natuurlijk mag iedereen persoonlijke meningen vertolken, maar natuurlijk in zo'n zulk gevoelig dossier, uitgerekend als voorzitter van deze commissie. Ja, u spreekt nog altijd wel, u bent nog altijd lid van een partij, maar nogmaals, u mag uw persoonlijke mening vertolken. U hebt gezegd wat, u hebt herhaald wat u gezegd hebt op het interview in de ochtend. Ik heb het ook beluisterd. U hebt inderdaad over de procedure en zo niet te veel verkeerd gezegd. Maar ik heb er net in mijn... Niets. Als ik even mag, mevrouw de voorzitter. Ja, ja. Ja. Ik heb ook heel duidelijk gezegd daarnet in mijn antwoord dat het hebben van politieke ervaring absoluut geen nadeel mag zijn, maar ook geen vereiste. Dat heb ik heel duidelijk gezegd. Dat is nu net het omgekeerde van wat u vanmorgen hebt gezegd in de ochtend. Maar ik denk dat het interview vanochtend ook wel heel veel duidelijkheid heeft gecreëerd. Ook naar de burgers toe, ook naar de mensen die dat gehoord hebben. Waarom, mevrouw Van Volsen? Omdat het eigenlijk gewoon een pleidooi is voor een pure, platte politieke benoeming waar we in 2012, na de aanstelling van gouverneur... Het is zelfs niet meer aan de orde. Mevrouw de voorzitter... Maar ofwel kan u objectief een vergadering leiden... Ja, maar dan moet je niet de hele tijd meten. U moet antwoorden op de vergadering. Ja. Dus ga ik de procedure herbekijken? Nee, want er is absoluut geen probleem met de procedure op zich. Er is alleen een probleem met het feit dat er één politieke partij in deze Vlaamse regering de uitkomst niet wil respecteren. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.